Woensdag 27 oktober 2021, ik ben Axel van BTC Direct. En ja, de week is inderdaad weer doormidden, maar dit nou helaas niet zo positief als dat we hadden gehoopt. Bitcoin zakt toch wel enkele procenten terug. Wat het nu precies inhoudt en hoe we er nu voor staan en noem het allemaal maar op, dat zo meteen. Verderop in de video natuurlijk in de technische analyse. We gaan eerst kijken naar de laatste nieuwtjes op de gebieden crypto en economie. Kunnen we daar misschien nog iets in ontdekken dat hiermee te maken gaat hebben? In ieder geval gaan we het hebben over het volgende. Nieuwe Bitcoin ETF aanvragen zijn ingediend en ze worden steeds creatiever. De SEC die benoemt 30 leden voor hun onderzoeksteam naar een eigen CBDC. De SEC lijkt zich flink vergist te hebben in de zaak die ze eind 2020 hebben aangespannen tegen Ripple. Hoe en wat, daar gaan we even naar kijken. De Amerikaanse banken die gaan mogelijk op termijn crypto aanhouden op de balans en bewaren voor hun klanten. En jawel, we gaan het er toch echt over hebben. Shiba Inu die breekt voor de derde keer in slechts 4 dagen tijd door een nieuw all-time high en staat daarmee op het punt tot een illuster rijtje te gaan behoren. Daar gaan we dan ook maar meteen even op verder. Shiba Inu, ik zei het al, derde keer een all-time high bereikt in slechts 4 dagen tijd. Er is daar in ieder geval een hoop aan de hand, een hoop gaande. En dat zorgt ervoor dat hij daarmee ook op het punt staat om tot een heel belangrijk rijtje te gaan behoren. Wat is er precies gebeurd? Nou, de afgelopen dagen dus record na record verbroken. Vandaag een nieuwe all-time high bijvoorbeeld gevestigd op 0,000569 Amerikaanse dollar. In ieder geval volgens CoinMarketCap. Na deze prestatie zit hij de nummer 10 uit de top 10 van de CoinMarketCap lijst. Flink op de hielen, want hier op 11 vinden we hem nu serieus terug met een market cap van bijna 22 miljard dollar. Staat daarmee nog maar 1 positie af van een plekje in die top 10. Dus dat gaat best wel hard. Nou is het natuurlijk wel zo, Dogecoin vinden we hier op 10 terug met een ruime 31 miljard market cap. Dan valt daar nog het een en ander te halen, maar als het ooit zover zou komen, nou ja, hier de nummer 9, 32,5 miljard. Daar ben je dan ook zo weer bij in de buurt. Doe maar te zeggen, het begint toch wel eigenlijk serieuze vormen aan te nemen inmiddels. Afgelopen 4 dagen dus 3 keer een nieuwe all-time high. Nou, die laatste die is aangetikt vandaag was dat, die heb ik net met je gedeeld. Had te maken met een stijging van zo'n 35% over alleen al de afgelopen 24 uur. Ja, dan kom je er wel natuurlijk. Lijkt in dit geval het gevolg te zijn, die stijging van in de eerste instantie een survey. Een soort onderzoek dat eruit is gegaan vanuit Robinhood. Daarin werd gevraagd aan klanten van ja, welke crypto moeten wij nou aan ons eigen aanbod gaan toevoegen. En één van de kandidaten in die lijst is Shiba Inu en dat lijkt nogal wat los te maken in de hele community. Zondag steeg de waarde ook met zo'n 60% toen naar een hoogtepunt van 0,000442 Amerikaanse dollar. Toen werd het de op 13 na grootste qua market cap in ieder geval. Relatief rustige maandag gingen we daarna tegemoet en toen werd de rally gisteren. En dus ook uiteindelijk vandaag weer voortgezet. Had toen ook weer veel te maken dat maandag naar buiten kwam dat er een whale voor 11,5 miljoen dollar aan Shiba Inu tokens had gekocht. Er is daar dus nogmaals een hoop gaande. En wie weet op korte termijn dat we dus weer een nieuwe naam mogen gaan verwelkomen in de CoinMarketCap top 10. Zo zie je maar weer de memecoin. Van een memecoin kan het zelfs best wel ver schoppen in deze wereld. Waar het in ieder geval ook goed gaat is natuurlijk in de Bitcoin ETF-markt. Recent zijn de eerste exemplaren goedgekeurd door de SEC. Zijn ETF's die allemaal gebaseerd zijn op Bitcoin Futures. Dus ook weer op een afgeleide product van Bitcoin. Dat lijkt tot zover in ieder geval ook het enige stukje ETF-markt te zijn waar überhaupt iets van beweging in zit, waar iets is goedgekeurd. En daarom zien we ook weer een aantal nieuwe aanvragen in die hoek binnenkomen. In ieder geval aanvragen die zijn ingediend bij de SEC. En dat is dan ook weer gebaseerd dus op het aanbieden van exposure aan indirecte Bitcoin producten. En ze worden steeds creatiever. Dat kan ik er ook alvast bij zetten. Direction bijvoorbeeld heeft deze aanvraag ingediend voor een Bitcoin ETF. Daarmee zou er gespeculeerd moeten gaan kunnen worden op onderliggende Bitcoin short contracten weer van CME. ETF draagt dan ook wel een hele toepasselijke naam, Direction Bitcoin Strategy Bear ETF. Een heuse inverse ETF, in ieder geval zo noemt Eric Balkenes, de senior ETF-analyst bij Bloomberg, het hele verhaal. Past overigens wel, zo zegt hij, in het straatje, want ze hebben ook al een andere ETF op dit moment die ze al aanbieden in Canada. Dat is de -1% of -1 Bitcoin Futures ETF, zo heet die. Ook niet een al te positieve insteek dus wat dat betreft. Zelf waarschuwen ze wel de Bitcoin beurs alvast behoorlijk met deze mededeling.
The value of an investment in this fund could decline significantly and without warning, including to zero. You should be prepared to lose your entire investment. Dat zeggen ze er dan wel meteen even bij. Direction, misschien zegt die naam je overigens al wat. Dat zou best kunnen, want al even geleden, maar het was ook een van de eerste aanvragers überhaupt voor een Bitcoin ETF. Dat was in 2018 al. Nou, die hele procedure lijkt ze nu dus toch wat te lang te gaan duren. En daarom dat ze het nu op deze tour gaan gooien. En behalve deze aanvraag zien we ook van een andere oude bekende partij weer een nieuwe aanvraag binnenkomen. In dit geval ook van Valkyrie. Die willen een leveraged Bitcoin Futures ETF gaan aanbieden met een leverage van 1,25%. Niet bepaald hoog, liefkozend al de leverage for ants genoemd op de Twitters. Maar het is in ieder geval wel weer een nieuw product in die hoek met een creatieve twist. Laten we daar maar op houden. De verwachting is dan ook dat we dit de komende tijd vaker gaan zien. Dergelijke afgeleide Bitcoin Futures aanvragen met een creatieve twist. Dat die spot ETF's dus voorlopig nog eventjes op zich gaan laten wachten lijkt het. Amerikaanse banken die mogelijk crypto gaan aanhouden op de balansen en crypto willen gaan bewaren voor hun klanten. In ieder geval is het zo dat het Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation op dit moment aan het samenwerken is met verschillende toezichthouders om het volgende te gaan onderzoeken. Ze willen gaan kijken hoe dat dus banken activiteiten kunnen gaan ontplooien waarbij cryptoactiva betrokken zijn. Dat is in ieder geval het hoofdpunt waar dat ze nu naar op zoek zijn naar antwoorden daarop. En met name de aangegeven reden waarom dit onderzoek wordt ingesteld is opvallend. Want ze zeggen namelijk het volgende. Als we deze activiteit niet binnen de banken brengen, ja, dan gaat het zich buiten de banken ontwikkelen. En de federale regelgevers die zullen er dan op termijn niet meer op kunnen gaan reguleren. Dus zij zien inderdaad een hele belangrijke rol inmiddels wel weggelegd voor crypto. En ze zeggen dus eigenlijk van ja, als we hier niets mee doen, dan gaat iemand anders het doen. En dan is het helemaal buiten ons bereik. Dus we gaan hier nu toch daadwerkelijk mee aan de slag. Daaruit kun je dus ook opmaken dat die banken steeds meer behoefte en mogelijk dus ook steeds meer aanvragen gaan krijgen om als bewaarder van verschillende crypto's op te kunnen gaan treden. De voorzitter van de partij die dit nu gaat onderzoeken, dat is Jelena McWilliams, die zei gisteren in een toespraak op de Money 2020 Fintech Conference dat ze samenwerken op dit moment dus met enerzijds de centrale bank en ook het Office of the Comptroller of the Currency. En met z'n allen willen ze dus gaan zorgen voor in ieder geval een heel duidelijk kader wat betreft de regelgeving voor banken die dus met cryptocurrencies en, we noemen ze ook nog even apart, met stablecoins aan de slag willen gaan. Daarbij kun je denken, zo zeggen ze, aan bijvoorbeeld regels rondom het in bewaring houden van crypto door die banken, de handel in crypto mogelijk maken voor de klanten van bijvoorbeeld banken, ook om ze mogelijk te gaan gebruiken als onderpand voor leningen en het aanhouden ervan zelfs, ja echt waar, op de balans. Met name het aanhouden van crypto als onderpand voor leningen, dat is iets waar dat ze nog eens heel goed over na moeten gaan denken. Ze zeggen ook, ja, het fluctueert zodanig, die prijs. Dan moeten we gaan kijken hoe dat je gaat besluiten, hoe je die zaken gaat beoordelen en op welke waarde ze je dus gaat aanhouden en eventueel als onderpand dus weer gaat aanhouden. Stablecoins, die hebben daar dan weer geen last van, want die zijn natuurlijk behoorlijk stabiel. Maar ook voor deze categorie crypto hebben ze een belangrijke bijdrage of zien ze een belangrijke bijdrage weggelegd, in ieder geval voor consumenten. Daarbij wordt wel ook direct de kanttekening geplaatst dat mocht dat uiteindelijk dus in een of andere vorm dominant gaan worden in het betalingsverkeer in de VS, dat grote gevolgen kan hebben voor de financiële stabiliteit van het hele land. Misschien zelfs wereldwijd, omdat ook dan geldt dat fondsen niet langer bij bepaalde, bijvoorbeeld verzekerde banken, hoeven te worden aangehouden. Dus eigenlijk kort gezegd zeggen ze, crypto gaat er heel groot worden. Wij gaan hier nu op springen om te kijken hoe dat wij ook hier iets mee kunnen. Nog zo'n partij die zich daar misschien een beetje op heeft verkeken, de SEC, die lijkt zich flink te vergissen in crypto en dan met name in de zaak die eind 2020 is aangespannen tegen Ripple. December 2020, toen gebeurde dat. Toen kwamen die eerste geluiden naar buiten. Toen werd het ook goedgekeurd en toen werd die zaak uiteindelijk dus ook daadwerkelijk opgetuigd. De SEC tegen Ripple. De SEC natuurlijk als toezichthouder op de Amerikaanse financiële markten. De start daarom van die zaak zorgde er dus ook voor dat er een kettingreactie plaatsvond in de hele markt. Crash voor XRP, ja, die was onvermijdelijk. Zorgde er ook voor dat de token op veel beurzen gedealist werd. Want ja, de token XRP, dat is natuurlijk waar dat het uiteindelijk allemaal om draait in die rechtszaak. En heel veel van die partijen zeiden, ik ga het even afwachten, want ik wil niet ook op de een of andere manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen daarvan.
In het begin dus had de markt nog absoluut de indruk, in ieder geval, dat die zaak in het voordeel van de SEC beslist zou gaan worden. Maar dat sentiment, dat lijkt inmiddels flink achterhaald. De weerstand die Ripple tot zover in ieder geval in deze zaak weet te bieden, die maakt het SEC op zijn zachtst gezegd flink moeilijk. Mogelijk dat dat nog steeds moeilijker gaat worden ook voor die toezichthouder. Het is inmiddels ook echt een slepende zaak aan het worden. Ja, voor je het weet zijn we daadwerkelijk 2 jaar verder voordat er überhaupt iets van een uitspraak gaat komen. Coinbase CEO Brian Armstrong hebben we het dan over. Die deelt ook dit artikel op zijn Twitter, een artikel van Forbes is dat. Daarbij geeft hij ook nog even zijn eigen mening. En ja, daaruit blijkt toch ook dat hij denkt dat die zaak zich steeds meer in het voordeel van Ripple aan het ontwikkelen is. Daarbovenop stelt hij dan ook nog eens blijkt voor de SEC dat het aanvallen van crypto het steeds breder verzet kan gaan rekenen vanuit de hele wereld eigenlijk. Want het raakt uiteindelijk tenslotte de consument. En dat krijgen ook steeds meer mensen in het vizier. Nou, verschillende partijen die hebben na een eerdere dealist van XRP inmiddels weer teruggelist. Dus daar kun je wel weer gaan handelen in XRP, omdat ze ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Maar toch zien we nog af en toe een negatieve ontwikkeling in het kader hiervan. Zoals deze announcement eergisteren was die van CoinSmart afkomstig. Daarin zeggen ze, wij gaan XRP per 22 november, jawel, delisten vanwege de voortslepende onzekerheid. Vanwege de rechtszaak dus, waar dat ze in zijn verwikkeld. En ook al ziet het er steeds beter uit wat dat betreft voor Ripple, het blijft toch nog een heleboel onzekerheid bieden voor eigenlijk de gehele markt. En dan met name om het volgende. Mocht Ripple die zaak uiteindelijk winnen, ja, dan is dat natuurlijk een ontzettend positief teken. Het kan een signaal zijn dat crypto een plek op het juridische wereldtoneel eigenlijk gewoon kan afdwingen of op dat moment heeft afgedwongen. Maar er is nog steeds een mogelijkheid dat de SEC er met de winst vandoor gaat, om het zomaar te zeggen. En dat kan natuurlijk voor een nog veel langdurigere onzekerheid in de markt en de hele sector gaan zorgen. Want wie weet wie dat ze dan nog meer willen gaan aanpakken. ECB heeft 30 leden benoemd voor haar nieuwe Digital Euro Market Advisory Group. En die groep die moet de ECB dan uiteindelijk weer gaan adviseren over enerzijds het ontwerpen en anderzijds het distribueren van een eventuele digitale euro. Oftewel een eigen CBDC, Central Bank Digital Currency. En dan hebben we het over het eurogebied. Dat bestaat dan dus uit die ECB en dat dan weer in samenwerking met alle nationale banken van de lidstaten, in ieder geval die de euro gebruiken. In juli werd al bekend dat de ECB hier onderzoek naar zou gaan instellen, naar de mogelijkheden dus van die digitale euro. Nu is die groep die daarvoor verantwoordelijk gaat zijn ook daadwerkelijk opgericht en opgetuigd. En ze gaan het als volgt aanpakken. Ieder kwartaal gaan zij samenkomen, in ieder geval voor een overleg. In die tussentijd wordt er ook contact gehouden. Dat gaat dan schriftelijk, hoe dat ze dat allemaal gaan doen. Een groep van die 30 mensen die bestaat uit verschillende senior business professionals. Van bijvoorbeeld BBVA, de Deutsche Bank, Société Générale, EPC, Stripe en zelfs van IKEA. Er prijken 2 Nederlanders op de lijst en opvallend genoeg, maar misschien ook wel weer een beetje in de lijn der verwachting, geen enkele naam uit de crypto sector. Dus dat is misschien wel een soort van gemiste kans. Maar goed, die verzameling leden die gaat nu de komende 24 maanden dit onderzoek uitvoeren. En daarin gaan ze dus de belangrijkste mogelijke problemen wat betreft dat ontwerpen en het distribueren van die eigen digitale euro in kaart brengen en ook aanpakken. En of die CBDC daadwerkelijk gaat komen aan het einde van de rit, dat is nog altijd niet bekend. Natuurlijk grote kans dat de uitkomsten van dit onderzoek daar nog een flinke impact op kunnen gaan hebben. Want ze gaan niet voor niets natuurlijk 2 jaar een onderzoeksfase houden. Mocht het zo zijn dat deze er wel gaat komen, ja, dan heeft de ECB wel al laten weten dat het echt als aanvulling gaat fungeren op het huidige contante geldsysteem en zeer zeker niet als een vervanging. Maar of het ooit zover gaat komen, weten we voorlopig dus nog steeds niet. Wat we wel weten hoe dat er nu voor staat met de crypto, daar gaan we even een duik in nemen in de koersen. Koersen op tradingview.com. We gaan voor vandaag eerst eventjes kort kijken naar Ethereum, uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. Candles op 4 uur, data afkomstig van Bitstamp, want daarin is ook iets belangrijks gebeurd. En dat is heel recent zelfs gebeurd. Dat gebeurde vanmorgen, namelijk het verliezen van deze oude, vertrouwde en toch ook best wel stevige supportlijn. Vanaf deze maand, vanaf oktober, nou ja, nog een paar dagen langer, dat is eigenlijk ruim een maand op dit moment, fungeert deze lijn als een hele stevige support die de opmaat van Ethereum naar een bijna nieuwe all-time high op $5 nagebeurde dat hier mogelijk heeft gemaakt.
Je ziet het ook een aantal keer dat we daar een test op uitvoeren. Constant slaagt hij. Uiteindelijk zorgt met name ook deze lijn er dus voor dat we door deze oude resistance lijn heen kunnen breken. Die kun je weer over deze toppen gaan trekken. Dus die gaat echt nog veel verder terug. Nou, daar weten we hier dan eindelijk doorheen te komen. Nogmaals, met name dus dankzij deze lijn. Gaat meteen met een hoop groei gepaard uiteindelijk. Dus dat we hier 21 oktober op $5 naar de nieuwe all-time high gaan aantikken. En vanaf dat moment is het even pas op de plaats, maar wel constant weer met een support vanuit deze lijn. Je ziet het hier, we kunnen daarvan uit blijven gaan. Hier tikken we hem ook echt nog aan, de 24ste, 3 dagen geleden. Vanuit daar weer langzaamaan die lijn omhoog ingezet. En dan hoop je dus uiteindelijk nog een daadwerkelijk doorbreken van die all-time high. Maar dat lijkt nu ineens te veranderen, omdat we hem hier definitief lijken te hebben verloren. Natuurlijk had nog sprake kunnen zijn van een fake-out, dat je er even onder terecht komt, maar uiteindelijk weer terug bounce en toch die weg omhoog weer kan gaan inzetten. Maar je ziet inmiddels wel dat we hier dus ook echt flink onder closen en daarmee weer eerder in het gebied hiervan terecht gaan komen. Net boven die $3800, ook niet verkeerd. Daar vinden we dan overigens ook direct een belangrijk kruispunt. Want enerzijds deze oude resistance-lijn en ook deze belangrijke Fibonacci-lijn. Je ziet hier ook de impact daarvan, bijvoorbeeld met het bereik van deze candle, dat we bijna die all-time high en ook de onderkant van deze handelszone aantikken. Dat is het gebied waar we nu mogelijk weer even vanuit moeten gaan als dit zich niet heel snel gaat corrigeren. En we dus weer in de punt van deze driehoek uitkomen op weg naar een mogelijke nieuwe all-time high. Maar dat was in ieder geval een belangrijke ontwikkeling die zich vandaag nog heeft voltrokken op Ethereum. Laten we het wat betreft iedereen even bij. We gaan nu verder kijken naar Bitcoin uitgedrukt. Natuurlijk ook gewoon de Amerikaanse dollar. En dan eerst, waarom niet, even naar het grote plaatje. Want we komen tenslotte aan het einde van deze maand zo'n beetje. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, als je het zo bekijkt, goed. We zitten natuurlijk in de hoogste regionen waarin we ooit gehandeld hebben voor Bitcoin. Maar iets anders ziet er wel even wat minder uit. Dit zijn nogmaals de maandcandles. We willen natuurlijk het liefst een nieuwe close op een nieuw hoogtepunt. Nou, we zien hier natuurlijk dat we hem geclosed hebben op $58.782. We zitten nu op $59.078. Nog net iets boven, maar het liefst willen we natuurlijk ook echt dadelijk uiteindelijk de maand op een nieuwe all-time high gaan closen. Dat zou een fantastisch signaal zijn in ieder geval. En mogelijk toch nog verdere groei kunnen gaan veroorzaken. We zijn goed op weg. Maar het wordt steeds spannender. We hebben met die wick natuurlijk een ontzettend mooi veel hoger punt aangetikt. Daarvan zakken we nu wat terug. Dus het moet de komende dagen echt bepaald gaan worden. Nog iets wat positieve druk zou erg prettig zijn. Want dan kunnen we dit realiteit gaan maken. Nou, eerder al een weekly close all-time high. Mogelijk dus ook een monthly close all-time high. Maar dat wordt, as we speak, heel erg spannend in ieder geval. Maar de beweging op kortere termijn die we misschien wel of misschien niet mogen gaan verwachten. Hoe ziet dat eruit? Nou, we hopen natuurlijk nadat we uit dit neerwaartse kanaal braken, dit opwaartse kanaal nog wat langer konden volhouden. Dat ging hier mis. Veel eerder al dan bij Ethereum dus, waar dat vandaag pas is misgegaan eigenlijk. Het verliezen van een oude supportlijn. Daardoor kwamen we in deze driehoeksformatie terecht. Was nog steeds reden voor optimisme, want als je daar uit de bovenkant uitbreekt, is dat een des te positiever signaal. Op dit moment lijkt dat niet helemaal aan de orde, want vandaag noteren we een min van 2, ruim 2% zelfs voor Bitcoin. $59.068 dus, waar we nu handelen, nog echt aan de onderkant van die hele zijwaartse handelszone die bij voorkeur van 60 tot 65.000 loopt, waar we constant al over hebben, eigenlijk vanaf de 59.000 ongeveer. Daar zitten we nog binnen, maar het scheelt niet veel meer, maar we lijken nou ook met name dus deze formatie te gaan verliezen, in ieder geval deze belangrijke lijn van die $60.000 die we op dit moment wel kwijt zijn. En dat was dus al enige tijd een hele belangrijke supportlijn. Niet alleen wat dit betreft, maar ook natuurlijk wat betreft psychologische grens dat het aangeeft, die 60.000. Die lijken wij op dit moment in ieder geval te gaan verliezen. Dan even wat verder inzoomen, de 4 uur candles. Dan zie je dan wel weer in de RSI dat we hier ook een flinke duik naar beneden nemen. Uiteindelijk lijkt het sentiment zich toch weer te gaan verbeteren. We komen hier niet echt in het hele vervelende gebied terecht. Dus als dit nog wat meer druk omhoog kan gaan geven, ja, wie weet dat het toch nog gaat lukken om hier verder in terecht te gaan komen. Als dat niet zo is, dan gaat mogelijk deze lijn rondom de $53.000. Rondom dat gebied is dat in ieder geval een belangrijke rol spelen. Waarom? Dat is het gebied waarop Bitcoin nog een market cap van $1 biljoen heeft. Daaronder niet meer, daarboven nog wel. Om die reden dus een belangrijke lijn. En je ziet ook dat dat zich hier eerder al heeft gemanifesteerd als een belangrijk gebied.
überhaupt natuurlijk binnen dit opwaartse kanaal, dat het daarin in ieder geval nog een aantal keer zo'n mooi support heeft kunnen fungeren. Dat is dus een belangrijk gebied in het meest bearish scenario, zou ik dan wel erbij willen zeggen. Als we het hier niet gaan redden, maar dat we eventueel naar terug gaan zakken. Natuurlijk hebben we daartussen nog een aantal andere hele belangrijke niveaus. Zoals die rondom die 57,5. Waar dat we mogelijk nog veel eerder ons aan op kunnen trekken. Maar dit zou daaronder nog, om die reden dus, een hele belangrijke lijn kunnen gaan vormen. Nog steeds hopen dat het sentiment zich genoeg kan bijtrekken om hierboven terecht te komen. Met name heel snel boven die $60,000 lijn. Daarmee meer die zijwaartse beweging weer realiteit te kunnen gaan maken. Of in ieder geval niet een neerwaartse beweging. En uiteindelijk vanuit daar in de punt van deze driehoek een uitbraak in positieve zin natuurlijk. En daarmee weer deze bovenkant richting die $65,000 op zijn minst gaan aantikken. Blijft nog steeds het hele bullish verhaal. Tot zover vandaag dus wel gewoon, hoe we het ook wenden of keren, nog te maken met een rode dag. Misschien dat morgen weer een stapje dichter bij het weekend daar nog een positieve twist aan kan gaan geven. Maar dat gaan we dan weer bekijken in een nieuwe video hier op het YouTube kanaal van BTC Direct. Subscribe jezelf, geef een duimpje omhoog, trek alles uit de kast. Wat dat betreft zijn we hartstikke blij mee. En dan hoop ik je morgen gewoon weer hier te spreken met weer een spik splinter nieuwe update. Tot dan, zou ik zeggen. Doeg!